Fijn dat je kijkt en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik opnieuw beginnen met het opnemen van video's voor MAVO 4, voor het eindexamenjaar. Dit jaar hebben wij een nieuwe editie. Hebben ze de onderwerp wat door elkaar gehusteld in de paragrafen en kloppen mijn video's niet helemaal meer met het boek? Dus vandaar dat ik de PowerPoints door elkaar heb gehusteld, hem hier en daar wat heb aangepast en ik ook een nieuwe video opneem zodat de mensen die dat willen de video's parallel kunnen kijken met de manier hoe ze de paragrafen doorgaan. En vandaag gaan we beginnen met paragraaf 1.1. En die gaat over Nederland wordt een democratie. Nederland is een monarchie. En dat betekent dat wij in Nederland in dit geval een koning hebben. En de jaren hiervoor hadden we een koningin. Een monarch betekent namelijk, of is een ander woord voor koning. En een monarchie is dus een land met een koning. Maar we hebben in Nederland ook een grondwet. En een grondwet is een boekje waar allemaal regels in staan. Waar burgers zich aan moeten houden, maar ook dingen waar ze recht op hebben. En we noemen Nederland daarom een constitutionele monarchie. In het Engels is namelijk een grondwet een constitution. Daar komt het woordje constitutie vandaan. En ja, dat betekent dat dus dat wij een, een land hebben met een grondwet, maar we hebben ook een koning. Nou, in die grondwet staan dus dingen die burgers moeten doen, maar ook waar ze recht op hebben. En aan het einde van deze video splits ik die wat uit in een aparte dia. En dan kan je zien wat voor een grondrechten dat allemaal zijn. Als je in een land grondrechten hebt, dan noem je zo'n land een rechtsstaat. Een rechtsstaat is een land waarin je recht hebt en waarbij je bijvoorbeeld ook naar de rechtbank toe kan stappen en recht hebt op een advocaat als je iets hebt gedaan wat misschien niet helemaal mag of als je daarvan beschuldigd wordt. In eerste instantie, toen Nederland begon, stond de koning boven de grondwet. Dus dat betekent dat de grondwet voor iedereen gold, behalve voor de koning. En eigenlijk zie je dat in het allereerste begin van de Nederlandse monarchie, van de Nederlandse monarchie, constitutionele monarchie, de koning vooral in zijn eentje alles bepaalde. Nou, die koning, dat was koning Willem I. Nadat de Fransen uit Nederland weg zijn en Napoleon, Bonaparte, dan worden wij in Nederland een monarchie en dan krijgen wij als nieuwe koning de zoon van stadhouder Willem V. En dat is onze koning Willem I. En koning Willem I is staatshoofd, maar ook regeringsleider, dus de baas van de regering. Hij hij kan zelf kiezen wie er minister wordt, of als iemand het niet doet zoals hij wil, kan hij die ministers ook ontslaan. En hij is de hoogste generaal van het leger, hij is minister van Buitenlandse Zaken en hij is de baas over de kolonies. Dus hij bepaalt eigenlijk alles in zijn eentje, zou je kunnen zeggen. Hij bepaalt ook hoe het geld wordt verdeeld en waar het geld dan uit wordt gegeven. En je ziet dus dat eigenlijk, uh, ja, het eigenlijk bijna een dictatuur is, zou je bijna kunnen zeggen, want hij bepaalt bijna alles in zijn eentje. Er was wel een Eerste en een Tweede Kamer, maar die hadden eigenlijk helemaal geen macht. De Eerste Kamer, dat waren allemaal vriendjes van de koning, en de Tweede Kamer, dat waren andere rijke mensen. Ja, en die vonden het eigenlijk allemaal wel best zo, want ze hadden toch al wel macht. Nou, dan zie je dus in Nederland dat er wel een grondwet was, maar de koning stond daarboven en er was dus geen echte volksvertegenwoordiging volksvertegenwoordiging zijn mensen die het volk vertegenwoordigen. Nee, er waren alleen maar mensen die de rijke mensen en die de koning vertegenwoordigden. Want de koning benoemde de eerste Kamerleden en de Provinciale Staten de tweede Kamerleden. Dit is misschien een beetje ingewikkeld, maar ik ga je zo een schemaatje laten zien. Dan snap je het denk ik wat beter. En er was dus geen volksvertegenwoordiging en er was dus ook niet een echte democratie. Wat Nederland een beetje leek te zijn. Um, want ja, alleen um, de rijke mensen bepaalden. Maar dan zie je vanaf 1825 dat er politieke stromingen komen, dat er groepen mensen zijn met een bepaald idee over de politiek en hoe het land ingericht moet worden, die daar een mening over hebben en die ja, iets willen veranderen in Nederland. En die mensen, dat zijn de liberalen. Het woordje liberalen komt van libertas, uit het Latijn, dat betekent vrijheid. En liberalen willen eigenlijk zoveel mogelijk vrijheid voor de burgers. Vrijheid om te zeggen wat je wil, vrijheid om te schrijven wat je wil, maar ook vrijheid om te geloven wat je wil. En je ziet dat zij ook zeggen: ja, als burger moet je ook invloed hebben op het bestuur. Dus er moet een echte volksvertegenwoordiging komen, er moet een democratie komen. En in 1848 dan zie je dat er overal veel opstanden uitbreken. Um, er is een mislukte oogst, dus mensen hebben geen eten, en dan zie je dat mensen toch dingen doen die ze normaal niet doen, en het is heel onrustig overal. En de woede richt zich vooral in de landen tegen de koningen die in die landen de baas zijn. Nou, als je dan kijkt, koning Willem I is inmiddels afgetreden, is geen koning meer, en koning Willem II, zijn zoon, heeft het overgenomen. En je ziet dat koning Willem II denkt: um, ik ga het volk een beetje zijn zin geven. En hij vraagt aan de leider van de liberalen, dat is meneer Thorbecke, om een nieuwe grondwet te schrijven. En hij zegt tegen Thorbecke: zorg dat je een nieuwe grondwet schrijft, waar de bevolking wat Tevreden over is, zodat ze minder snel in opstand komen. En dat doet Thorbeck. En um, ja, Thorbeck is eigenlijk daarmee misschien wel de meest belangrijke figuur uit de, nou, de politieke geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Het was eigenlijk een best wel saaie man. Er is weinig sappers over hem te vertellen. Uh, maar hij heeft heel veel dingen gedaan die nog steeds belangrijk zijn in ons politieke systeem in Nederland. Een van de dingen die hij zei, en die ook heel belangrijk is voor zijn manier van hoe hij overal naar keek, was dat prestaties belangrijker waren dan relaties. Dus het was belangrijker dat jij iets goed kon. Dan dat jouw papi of mamie toevallig ergens veel invloed had. Nee, het ging erom um, ja, wat jouw kennis en kunde was en niet wie jouw familie was. En hij schrijft dus een nieuwe grondwet, die toorwerken. En in die nieuwe grondwet gaan we zo naar kijken, is er veel meer. Macht voor het parlement en ook veel meer macht voor de regering en de ministers. En hij zelf is de eerste premier van de kabinetten die er zijn vlak na het schrijven van de nieuwe grondwet. Nou, dan even wat schemaatjes. Het lijkt heel ingewikkeld, maar ik denk dat als je de schemaatjes snapt, dat ze je even wat extra duidelijkheid geven. Voor de nieuwe grondwet van 1848, die Thorbecke schreef, dus voor de grondwetsherziening zoals dat heet. Hadden wij het systeem waarbij het vooral draaide om de koning. Nou, kijk maar even in het schema. Je ziet de koning staat linksbovenaan. En de koning bepaalde heel veel. De koning bepaalde namelijk wie de ministers waren. Dat is het groene pijltje wat je ziet staan. Maar de ministers moesten ook uitleggen aan de koning wat ze hadden gedaan. Dat is het rode pijltje. En als ze dat niet goed deden, dan kon de koning ze ook ontslaan. De koning benoemde ook de leden van de Eerste Kamer. Dat waren allemaal vriendjes van de koning. Maar er was ook een Tweede Kamer. En hoe werd die Tweede Kamer dan benoemd? Nou, er waren edelen en regenten. Dat waren de rijke mensen in de provincies. De mensen met veel geld en met veel land. Die kozen de leden van de provinciale staten. Elke provincie had zijn eigen groep mensen die daar dingen bepaalden. Dat noem je de provinciale staten. En die mensen kozen weer leden in de Tweede Kamer. Maar ja, dat waren allemaal rijke mensen. En die kozen dus alleen maar rijke mensen. En zo zie je dus in het oude systeem draaide er heel veel om de koning. De koning had veel invloed en ja, de andere mensen die invloed hadden, die werden allemaal gekozen door alleen maar rijke mensen. Nou, als we naar het nieuwe systeem kijken, het systeem wat Thorberken heeft geschreven, dan zien we een paar belangrijke wijzigingen. Om te beginnen zien we dat er een koning is, alleen die koning heeft eigenlijk geen pijltjes meer in de buurt. De koning staat eigenlijk los van het systeem, is eigenlijk bijna symbolisch zou je kunnen zeggen. Behalve de ministers komt er ook een minister-president. En eigenlijk neemt de minister-president een beetje de rol van de koning over. De minister-president of de premier is de belangrijkste van de ministers. Um, en ja, dat is een nieuwe functie en Torbeke is dus die eerste minister-president. En de uh, minister-president is ook ja, de uh, regeringsleider, zou je kunnen zeggen. Officieel gezien is dat volgens mij nog steeds de koning, maar eigenlijk is de minister-president de baas van de regering. Je ziet ook dat er een rode pijl staat naar de Staten-Generaal. Staten-Generaal was er net ook. Staten-Generaal, dat zijn de Eerste en de Tweede Kamer. Maar de Eerste en de Tweede Kamer, die worden op een andere manier gekozen. Of de mensen in de Eerste en Tweede Kamer, die worden op een andere manier gekozen. Kijken we naar het schema. Ik heb het eerste woordje er al staan. Er zijn burgers en burgers kiezen om de zoveel jaar de provinciale staten. Dus niet alleen meer de regenten en de edelen, nee. ...burgers bepalen de mensen in de provinciale staten. Dus het bestuurtje van de provincie. En de mensen in de provinciale staten, die kiezen weer de Eerste Kamer. Maar misschien nog wel het belangrijkste verschil... ...burgers kiezen ook de leden van de Tweede Kamer. En die kiezen ze dus direct. En er komen 150 mensen, ja dat waren er toen nog 100... ...er kwamen er, als je nu kijkt, 150 mensen in Den Haag te zitten... ...en die werden direct gekozen door de burgers. Dus dat betekende, de schoolwerkwerk staat in Emmen als ik in Emmen stem op Pietje uit Emmen en Pietje krijgt genoeg stemmen dan komt die persoon rechtstreeks in de Tweede Kamer. Als je gaat kijken even een paar lastige begrippen, dan zie je dat er ministeriële verantwoordelijkheid kwam. Dat betekent dat de minister verantwoordelijk was voor de afdeling waar hij voor was. De minister van Defensie bijvoorbeeld, die was verantwoordelijk voor een oorlog die gevoerd werd of voor Wapens die het niet meer deden. En deed de minister iets verkeerd, dan kon de eerste of tweede kamer tegen hem zeggen: Je doet het niet goed, wegwezen. Maar de koning is in dit nieuwe systeem ook onschendbaar. De koning kan niet worden ontslagen. De koning kan eigenlijk, zou je kunnen zeggen, niks verkeerd doen. Je kan hem niet zomaar wegkrijgen. En de minister is verantwoordelijk voor wat de koning doet. Dus in Nederland hadden we een aantal jaar geleden kocht Willem-Alexander een veel te dure boot ergens. En toen moest. Mark Rutte gaan uitleggen waarom Willem-Alexander dat had gedaan. Nou, dat is die ministeriële verantwoordelijkheid. Rutte is verantwoord... ja, verantwoordelijk voor wat de koning doet en de koning is dus onschendbaar. Als we verder kijken, dan zien we dat er dus rechtstreekse verkiezingen komen. Er zijn er op dat moment twee rechtstreekse verkiezingen voor de eh, Tweede Kamer en voor de provincie. Maar er is er nog één, namelijk het kiezen van een gemeenteraad. Ook vanaf toen mogen burgers. Uh, mensen kiezen in hun gemeente wie in de gemeente de boel besturen. En dat kennen we nu nog steeds en dat gebeurt vanaf 1851, drie jaar na de nieuwe grondwet. Dan komt er ook een, uh, ja, een gemeenteraadsverkiezing en dan mogen burgers mensen in hun eigen gemeenteraad kiezen. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar het was wel beperkt wie er mocht kiezen. Namelijk alleen mensen die veel belasting betaalden, die mochten stemmen. En dat noem je censuskiesrecht. En er zat wel een gedachte achter, namelijk als je veel geld hebt, dan ben je ook gewend om verantwoordelijke beslissingen te nemen. Stel je voor, je bent een, een zwerver, je hebt helemaal geen geld, geen huis en niks. Hoe moet je dan gaan nadenken over belasting of over het voeren van een oorlog? Maar dat zorgde wel dat er nog steeds niet echt een democratie was. Want als je gaat kijken, dan was dat vanaf 1848 zo'n 11% van de mannen. Dus ja, minder dan 5% van de hele Nederlandse bevolking mocht stemmen. En daardoor zag je nog steeds een groot verschil. Je zag nog steeds dat vooral de rijke mensen mochten stemmen en invloed hadden op het bestuur. En dat de arme mensen dat niet hadden, maar dat wel heel graag wilden. Als we dan wat verder kijken, dan zien we dat koning Willem II het niet zo heel lang heeft volgehouden. Hij liet de nieuwe grondwet schrijven omdat hij bang was dat hij zou worden afgezet. En zijn opvolger, koning Willem III, zijn zoon, moest het verder eigenlijk. Uh, ja, voortzetten met die nieuwe grondwet. En dat wilde Willem III helemaal niet, want hij vond die nieuwe grondwet maar raar. De koning had daardoor eigenlijk bijna geen macht, was bijna meer een soort van figuurlijke uh, poppetje die zelf niks meer kon doen. En je ziet dat hij pogingen doet om de macht toch terug te krijgen. En um, wat hij onder andere deed, was een heel ouderwets kabinet benoemen, want in die tijd was het zo: hè, de Tweede Kamer werd gekozen. Provinciale staten werd gekozen, maar de koning benoemde nog steeds de ministers die er kwamen. En hij benoemde een heel conservatief, dat is ook wel een ouderwets kabinet, met allemaal mensen die een beetje vriendjes van hem waren, zou je kunnen zeggen. En wat hij dan doet, hij gaat proberen eh, ja, de Kamer een beetje te negeren bij een heel belangrijk besluit. Hij was ook de baas van Luxemburg en hij wilde eigenlijk Luxemburg wel verkopen, dan kon hij lekker wat geld op verdienen. Volgens het systeem van Thorbecke moest hij dat keurig melden en toestemming vragen bij de Tweede Kamer. Maar Koning Willem III deed dat niet. Hier zie je op het kaartje Luxemburg, dat is nummertje 5. En eh, Frankrijk wilde dus heel graag Luxemburg kopen. Nou, wat deed Koning Willem III? Hij besprak dat met zijn ministers, maar niet met de Tweede Kamer. De Tweede Kamer was woest en stemde de regering weg. Dus moesten er nieuwe ministers komen. Nou, ook. Die werden weggestemd, dus schreef de koning nieuwe verkiezingen uit. Hij zei: burgers van Nederland, stem maar op een nieuwe Tweede Kamer. Nou, dat gebeurde, maar je zag eigenlijk dat de nieuwe Tweede Kamer ja, ook het belachelijk vond dat de ministers en de koning niet de Tweede Kamer hadden geïnformeerd. Dus ook de nieuwe uh, Tweede Kamer stemde de ministers weg. Dus de koning deed een poging om iets te besluiten buiten de Tweede Kamer om, maar dat ging mis. En zo zie je dat. Het dan duidelijk wordt dat het parlement vanaf dat moment echt de baas is. En dat het in Nederland dus draait om het parlement en niet om de koning. Nou, even wat begrippen die handig zijn om te weten. Er is dus in Nederland een regering. We noemen die regering ook wel eens het kabinet. Er zit dan een klein verschil tussen die twee trouwens. Het kabinet, dat zijn officieel de ministers en de staatssecretarissen. Een soort van onderminister. En de baas in het kabinet, dat is dus de premier of de minister-president. En als we het hebben over de regering, dan is dat officieel de koning met de ministers. Nou, die regering of dat kabinet, die hebben twee taken. Eén, het land besturen. En twee, wetten maken. Eigenlijk zijn zij niet het meest machtige in ons politieke systeem. Want dat zijn namelijk de twee kamers die je rechts op dit plaatje ziet. We hebben namelijk een parlement. En dat parlement noem je ook wel de Staten-Generaal. Dat is precies hetzelfde, maar dan anders omschreven. En het parlement bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer. De Eerste Kamer zie je boven op het plaatje en de Tweede Kamer onder. De leden van die kamers worden dus gekozen, hebben we net gezien. Sommige direct, sommige indirect. Dus de Tweede Kamer wordt direct gekozen door het volk en de Eerste Kamer indirect. Dat houdt in, er zit nog een stapje tussen. Namelijk de bevolking kiest de leden van de provinciale staten en vervolgens kiezen die de leden van de Eerste Kamer. En voor alles wat de regering doet, ze, moeten ze toestemming hebben van de Eerste en de Tweede Kamer. En daarom noemen we Nederland ook wel een parlementaire democratie. Het parlement is het belangrijkste in ons land. En dat parlement het wordt gekozen. Dus een parlementaire democratie. Je hebt ook wel landen met een alleenheerser. Ik noemde het net ook al wel. En dat noem je landen met een, een dictator. En dat noem je ook wel een dictatuur komt later in de volgende hoofdstukken rondom de Tweede Wereldoorlog nog wel een aantal keer terug. Dan is het goed om even te kijken wat die eerste en die tweede kamer dan mogen. Nou, meestal zie je dat als er een nieuwe wet moet komen, dat de minister een wetsvoorstel maakt. En bijvoorbeeld de minister maakt het wetsvoorstel om de leeftijd voor autorijden, dus het halen van een rijbewijs en zelf auto mogen rijden, om die leeftijd naar beneden te brengen naar 16 jaar. Nou, dan gaat de Tweede Kamer kijken: oké, okay, is dat inhoudelijk goed? Zijn er onderzoeken gedaan wat voor gevolgen dat heeft? Is dat een verstandig voorstel? En dan mogen ze de wet eventueel wijzigen. Dat noem je het recht van amendement. En dan zeggen zij misschien wel: oké, okay, de minister wil het voorstel in laten gaan op 1 januari 2023. Dat vinden wij te vroeg. Wij passen het, uh, de wet aan en wij maken ervan 1 juli 2023. Dat noem je dus het recht van amendement. De Tweede Kamer mag het dan amenderen. Maar ze mogen ook een eigen wet indienen. Het recht van initiatief. Ze hebben zelf initiatief om te denken: oké, okay, wij willen nog iets anders aanpassen. Wij willen het scooterrijbewijs willen wij verlagen naar 14. Dus dan mogen Kamerleden zelf een wet indienen. Moeten ze onderzoek doen. Moeten ze ook uitleggen waarom ze dat willen. En dan gaat ook de Tweede Kamer uiteindelijk erover stemmen. Dus een wet wordt gemaakt door of de ministers. Dan gaat de Tweede Kamer erover praten. Mogen ze het aanpassen. Maar de Tweede Kamer mag ook zelf een wet maken. Dat zijn wetgevende bevoegdheden. En die hebben dus het kabinet, maar die hebben ook de leden van de Tweede Kamer. Maar er is ook nog een Eerste Kamer en die hebben ook nog een aantal taken. Um, zij checken namelijk vooral of het ja, klopt met de grondwet die we in Nederland hebben. En dat mag trouwens de Tweede Kamer ook doen. Dat zijn namelijk controlerende bevoegdheden. En er zijn drie dingen die mogen en de Eerste en de Tweede Kamer doen. En dat zijn de dingen namelijk dat ze op het geld moeten letten. Met andere woorden, oké, okay, heel leuk dat plan van het rijbewijs, maar ja, dat gaat wel 2 miljard kosten. Dat is een beetje veel, dat hebben we niet. Oké, okay, als het anderhalf miljard kost, dan, dan, dan kan en mag het. Maar uh, de Tweede en de Eerste Kamer moeten dus het geld ook in de gaten houden. Zij mogen de ministers om uitleg vragen als er iets is gebeurd. Dan mogen ze een uh, interpellatiedebat aanvragen. Dan moeten ze uitleggen, goh, um, ja... Waarom zijn er in het ziekenhuis zoveel mensen overleden? Of wat is met corona niet goed gegaan of juist wel goed gegaan? Dus het, het recht van interpellatie. En ze mogen onderzoek laten doen als iets heel erg ingewikkeld is. Er is iets heel erg groots misgegaan. In Nederland op dit moment is er bijvoorbeeld een, een, een commissie bezig naar de gaswinning in Groningen. Hoe het komt dat daar meer gas uit de grond is gehaald dan mocht. En dan mogen ze een onderzoek laten instellen en dat noem je het recht op enquête. Dus samenvattend, in de Eerste en de Tweede Kamer hebben we allemaal rechten. De bovenste twee, die je ziet staan, amendement en initiatief, dat zijn alleen de rechten van de Tweede Kamer. En de kamers hebben sowieso in totaal vijf rechten. Nou, en er zijn dus ook nog drie rechten die de Eerste Kamer ook mag uitvoeren. Nou, ik zei al net, uh, tot slot nog even de grondrechten die wij in Nederland hebben, omdat ze in de Grondwet staan. Om te beginnen hebben wij de klassieke grondrechten. Die stonden echt van het allereerste moment in. En het belangrijkste daar misschien is wel het recht op de gelijke behandeling. Je mag niet discrimineren. Je mag niet zeggen: jij bent 1,60 meter en daarom mag je niet het klaslokaal in. Dat mag niet. Ja, tenzij er goede redenen voor zijn om mensen met een. Korte of lange lengte te weren. Denk bijvoorbeeld even aan een pretpark. Hè. In een pretpark mogen ze wel zeggen als je onder de 1,40 bent mag je niet in deze attractie. Want dan val je eruit. Dat mag wel. Maar in de meeste gevallen mag je niet zomaar discrimineren. Nou, we hebben ook vrijheden. Dat betekent dat, en je kan ze zelf lezen, dat ieder mens in Nederland met onze grondwet de vrijheid heeft om te geloven wat ze willen. Om te zeggen wat ze willen. Om te schrijven wat ze willen. Om eh, bij elkaar te komen wat ze willen. Dat is vrijheid van vereniging om met elkaar te bespreken wat ze willen. Dat is die vrijheid van vergadering. Vaak zie je vrijheid van vereniging en vergadering bij elkaar staan. En je hebt ook de vrijheid om in Nederland onderwijs te volgen. Dat zijn klassieke grondrechten. Dingen die jij mag doen. We hebben ook sociale grondrechten. En die uh, zijn net even iets anders. Die komen eigenlijk pas vanaf 1983, maar die zijn wel heel belangrijk in Nederland. En die sociale grondrechten, dat zijn dingen als het recht op bestaanszekerheid... Dat betekent dat jij geld moet krijgen als je niet genoeg geld hebt om iets te kunnen doen. Het recht op onderwijs, dat je naar school mag. Het recht op een ziekenhuis. Het recht op een goede woning. Het recht op bewoonbaarheid, dat er ook riolering is in jouw straat. Dat er een weg is aangelegd. Het recht op werk, je moet altijd kunnen zoeken naar werk. En het recht op rechtsbijstand. Dat betekent dat jij een advocaat krijgt als jij bijvoorbeeld in de rechtbank wordt beschuldigd. En die sociale grondrechten die zijn net iets anders dan de klassieke grondrechten. De klassieke grondrechten die hadden allemaal dat jij ergens vrijheid voor had om iets te doen. Bij de sociale grondrechten krijg jij iets. En die staan allemaal in de grondwet. En ja, daar heb je recht op in Nederland. En dat maakt Nederland dus een rechtsstaat. Als laatste zie je dat er discussie is over het feit dat er in Nederland zo weinig mensen mogen stemmen. Want we hebben een mooi systeem in Nederland. Een, een, een parlementaire democratie. Maar zo'n klein deel mag maar meedoen. En dus zie je dat er discussie komt over dat kiesrecht. Nou, het censuskiesrecht was dat systeem waarbij je dus alleen mocht stemmen als je veel belasting betaalde. Maar je ziet dat ook ja, de liberalen, die al wel de macht hadden, maar wel zoiets hadden van: ja, wij zijn voor vrijheid. Heel veel burgers mogen niet stemmen. Daardoor hebben ze dus geen vrijheid. En je ziet dat steeds meer mensen het kiesrecht willen vergroten. En je ziet ook dat. Um, ja, mensen ja, niet vinden dat er alleen maar opgekomen mag worden voor de rijken. Er zijn ook best wel veel arme mensen in Nederland. En die moeten ook uh, nou, uh, in, in de Tweede Kamer worden gehoord. Ook daar moeten mensen voor opkomen. Dan zie je dat er voorzichtig wat uitbreiding komt. Je ziet dat er vanaf uh, 1887 een artikel komt uh, in uh, de grondwet, en daar staat in dat je ook, als jij. Bepaalde vorm van onderwijs had gehad, of als jij een bepaalde hoeveelheid spaargeld had of een eigen bedrijfje, dat jij ook zou mogen stemmen. En dat noemen wij het Kajouk-artikel. Want um, dat artikel, dat, daar stond eigenlijk niet precies in wanneer je wel of wanneer je niet mocht stemmen, maar daar stond wel in dat de Tweede Kamer elke keer mocht bepalen wie er mocht stemmen. En dat mocht dan langzaam steeds iets meer worden. En Kajouk is het Franse woord voor rubber. En rubber kan je ook uitrekken. Denk maar aan een ballon. En het idee van het Kartjouk-artikel is dat je net als een ballon die je steeds groter kan maken, dat de groep mensen die mag stemmen steeds een beetje groter wordt. En je ziet dan um, dat meer mensen mogen gaan stemmen, er ook meer politieke stromingen komen en dat er op een gegeven moment ook politieke stromingen komen die zeggen: nee, er moeten geen eisen zijn voor het stemmen. In Nederland moet je gewoon als volwassen man. Altijd kunnen stemmen. En een voorbeeld van zo'n politieke stroming, dat waren de Socialisten van de SDAP, zo heette de partij, de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. En die vonden dat er algemeen kiesrecht moest komen. Wat betekende dus dat elke volwassen man zou mogen stemmen. Nou, over dat algemeen kiesrecht gaan we het de volgende keer nog hebben. Ook over de Socialisten gaan we het nog hebben. Um, en dan kijken we hoe dat gaat met dat algemene. Stemrecht, het algemene kiesrecht dat ze wilden hebben. Dat was hem. Best wel een lange video. Maar het is ook best wel een uitgebreide paragraaf. Eigenlijk zijn het twee paragrafen uit het vorige boek bijeengepropt. Ik hoop dat het duidelijk was. Zo niet, laat even een reactie achter, dan kan ik je proberen te helpen. Dankjewel voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende.